Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Dit is een shopvlogje. Een beetje 2-in-1 zeg maar. Dus gewoon even leuke dingetjes filmen als ik ga shoppen. En een shopvlog erbij. Vandaag ben ik in Nieuw-Bulgarije geweest met mama en Charlotte. En ik heb leuke dingetjes gekocht bij de New Yorker. En ook één dingetje bij de Only. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Om te beginnen ben ik dus bij de Only geweest. Daar zijn we wel pas wat later heen geweest. Ik ben dus eerst bij de New Yorker geweest. Daar hebben we echt letterlijk gewoon zo'n een uur in rondgewandeld. Maar bij de Only heb ik dit topje gekocht. Gewoon heel basic. Maar ik vind het altijd wel handig om zoiets te hebben. Ook gewoon onder doorschijnende shirtjes en dat soort dingen kan je het ook altijd leuk aan. Dus het is gewoon een heel basic wit topje. En dan gaan we door naar de New Yorker. Daar heb ik dit doorschijnende truitje gekocht. Een wit shirtje met een open rug. Dit lichtgroene sportjasje. Voor na het squashen is dit heel erg handig. Want als je afkoelt dan kan je toch nog even lekker wat aan doen. Als we nog wat gaan drinken. En voor tijdens hardloop is het ook ideaal. Dus hij kan dubbel gebruikt worden. En hij heeft hier ook echt zo'n gaatje voor je vingers. Dat vind ik ook heel erg fijn. Dan blijven je handen ook lekker warm. Heb ik twee basic topjes. In het roze en in het wit. Het zijn allebei dezelfde. En als allerlaatste heb ik nog een roze trui gekocht. Ik heb heel erg veel roze en wit vandaag. En één groen dingetje. Dus dat is wat ik heb gekocht vandaag. Nu is het tijd voor de try-on haul. Klinkt zo raar als dat in het zeg maar half Nederlands zegt. Ik kan echt niet goed Engels spreken. Ik kan ook echt niet met zo'n Engels accent praten. Dus ik ga het eventjes laten zien. Outfit die ik vandaag aan heb. Ik heb dit witte topje aan van Shein. Mijn jasje als goed van de Bershka. Dit tasje van de Primark. Mijn broek van Shein. En mijn Puma gympjes eronder. Ik ben weer thuis en ik heb niet heel veel meegenomen deze keer. En ik ben eerst bij de Only geweest, maar uiteindelijk heb ik er niets meegenomen. Eén trui vond ik wel echt super leuk. Maar ik vond het toch wel een klein beetje een twijfelgevalletje, namelijk 30 euro. En ik denk ja, voor nu, voor een twijfelgeval vind ik dat een beetje te duur. En het wordt ook weer zomer, dus het is ook erg zonde om nu nog trui te gaan kopen. Ook al kan ik die ook wel gewoon in de avond aan. Maar maakt niet uit. Ben ik bij de Kruidvat geweest en heb ik even een nieuwe concealer gehaald, want die had ik nodig. En ik heb altijd deze van Catrice. De 010. En ik heb ook gelijk even een nieuwe mascara gehaald. Want ik had geen extra meer liggen. Deze heb ik nog nooit gebruikt. Hij is ook van Catrice. En de Clam & Doll False Lashes mascara. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik had waterproof mascara. Maar daar heb ik nu helemaal niet op gelet. Dus volgens mij is deze niet waterproof. Maar ja, maakt niet uit. En dan heb ik als laatste bij de H&M nog een broekje gekocht. En hier ben ik echt zo ontzettend blij mee. Deze stond zo mooi. Het was echt een hele mooie broek. En een beetje wat... Ja, een beetje van wijdere pijpen, maar niet heel heftig. Hij sluit ook gewoon echt heel erg mooi aan. Dus dit is echt gewoon mijn top aankoopje vandaag. Hier ben ik zo blij mee. Ik ben er weer. En ik heb een pakketje binnengekregen van Kabau. Dus die gaan we eventjes unboxen samen. Het pakketje is echt niet meer heel aangekomen. Het is echt de hele doos helemaal ingedeukt. Mijn doos gewoon heel makkelijk open. En deze gewoon, nu is er helemaal niks meer open van de, niks meer over van de doos. En daar hebben we het. Kijk eens aan. Ik heb hair vitamins besteld met biotine erin van Kabau. Ik heb echt super dun haar en echt een beetje fitloos haar. Dus ik dacht, weet je, misschien dat dit wel gewoon echt goed gaat helpen. Je weet het niet. Ik dacht, het is proberen waard. Ik had met die paaspin dat ik 20% korting gekregen. Dus ik denk, ja, weet je, dat ik nu net zo goed kan bestellen. Ik ben wel benieuwd hoe groot de pilletjes zijn. Want ik heb echt een hekel aan pillen slikken. Oh, kijk. Dit is een mooi formaat. Dit is het. Dus het is ook niet, het is niet heel groot gelukkig. Dus die zitten hierin. Dus dat moet ook wel goed komen. Dit gaan we gewoon even uitproberen. Ik ben echt heel erg benieuwd hiernaar. Je moet eenmaal per dag één capsule innemen met voldoende water of sap. Dus dat moet vast wel goed gaan komen. Ik ben hier echt blij mee dat ik ze heb. En ik hoop echt dat het wat gaat doen voor mijn haar. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik ben bij de Action geweest samen met mama. En ik heb leuke dingetjes gekocht. En dan ga ik jullie even laten zien. Ik heb vandaag voor het eerst mijn wenkbrauw gedaan. Kijk. Echt leuk. Oké, ik heb
één groot ding. En voor de rest wat kleine dingetjes. Ik heb kleine dingetjes. Ik heb stiften gekocht voor de fotoboeken waar ik mee bezig ben. Dan heb ik snoepjes. Ik kan er niet ontbreken. Ik hou echt van snoepjes. Die heb ik ook meegenomen. Dan heb ik even een snoertje gekocht voor mijn powerbanks. Want al het powerbank snoertjes, dat werkte niet. Dus dat natuurlijk niet voor iPhone. En mijn eigen oplader, die kon, zeg maar, die had niet zo'n USB dingetje. Dus daar kon niet in mijn powerbanks. Dus ik heb er nu even eentje gekocht bij Rexy. Dan heb ik een droogborstel. Om je, zeg maar, je lichaam droog mee te borstelen voordat je gaat douchen. Die wou ik heel graag. Dus ik ben heel blij dat ik die heb gevonden bij de Action. Dan heb ik 3 van deze mini bakjes. Echt super schattig. In de eentje ga ik sowieso mijn elastiekjes doen. Die liggen hier in de la. Maar die heb ik nu in zo'n mini tasje. Maar het is makkelijker om ze gewoon in een bakje te hebben. En in eentje denk ik dat ik ook nagellakjes wil doen. Maar ik weet niet zeker of dat past. Want ze zijn wel erg klein. Dus ik moet heel even kijken of dat past. Dus dan misschien dat ik dat nog doe. En dan als laatste kleine dingetje heb ik arganolie gekocht voor in mijn haar. Voor na het douchen. Zodat ik die dan op mijn punten kan doen. Want ze zeggen, op internet heb ik gelezen dat arganolie daar heel goed voor werkt. Dus ja, ik zag ze bij de Action en ik denk, nou, we gaan het gewoon meenemen. Gewoon proberen, kijken wat het doet. Want ik heb ook olie die ik dan in mijn haar doe voordat ik ga douchen. En dan kan ik deze dus na het douchen op mijn punten doen. Dat zijn alle kleine dingetjes die ik heb. En dan gaan we door met het laatste dingetje. En dat is een storage box. En ik heb dus een andere ding voor mijn sieraden en zo. Alleen, die wordt een beetje te klein. In ieder geval, het is gewoon net niet lekker om het passend te krijgen. Dus ik dacht, ik zag deze en ik vond het echt super schattig, dat blauwe kleurtje zo. Er zit ook een spiegel in. Kijk. Dus dat is echt ideaal. Oh, dan kan ik ook laten zien wat ik... Oké, kun je dat zien? Kijk, daarachter. Daar zit mijn sieraden dingetje. Dus dan heeft hij hier een vakje. De spiegel eraf haalt. En dan hieronder zit nog een vakje. En dan zit er een klein bakje bij. En hier dan ook nog. Dus dan kan ik even mooi mijn sieraden in gaan doen. Zodat ik het in ieder geval gewoon goed opgeborgen heb. En niet dat alles daar boven op elkaar ligt en helemaal in de war raakt. Dus dat ga ik meteen eventjes doen. In dit bovenste bakje heb ik mijn horloges liggen. En ik heb er nog eentje om. Dus maar die komt er dan hierbij. En hier kan het spiegeltje in staan. Dus die laat ik leeg. Dan heb ik hier... Oh, ik heb trouwens een plek voor mijn ringen vergeten. Oké, even een kleine verandering. Hier heb ik ooit een munt gekregen. Dat was een verkeerde munt. En die vind ik echt super leuk om te bewaren. Dus die bewaar ik. Dus die heb ik hier nu liggen in dit hoekje. En hier heb ik mijn kleine armbandjes en een ketting die ik... Ik droeg toen ik klein was en deze heb ik laten maken in Italië. En dan heb ik hier dus mijn horloges. Dan heb ik deze bak. Dit wordt dus voor mijn ringen. Dan heb ik... Er zit nog wat in. Een armbandje die ik nog kleiner moet laten maken. Die heb ik gekregen van oma, maar die past nog niet helemaal. Dus die moet ik eerst even kleiner laten maken. Dus die doen we even daarbij. Dan heb ik hier mijn oorbellen. Mijn clipjes. Hier komen dan dus mijn kettingen. En hier mijn enkelbandjes en mijn armbandjes. En dan heb ik dit bakje. Die kan hier dan in het midden. En die gebruik ik dan om mijn sieraden klaar te leggen. Dus wat ik dan de volgende dag om wil, leg ik dan daarin. Zodat dat gewoon netjes opgebergd staat. En ik dat de volgende dag gewoon meteen kan pakken vanuit het bakje. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Dus deze zit ook helemaal gelijk ingericht. Dus ik ga hem even neerzetten. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Vandaag naar Utrecht toe met Tatjana samen en ik ga haar zo ophalen over een half uurtje ongeveer en dan gaan we lekker even shoppen en we gaan sowieso naar een boekenwinkel toe, want Tatjana wil een boek kijken en ik hou echt van boekenwinkels, dus daar gaan we sowieso kijken en voor de rest even kijken wat voor winkels we langs gaan, maar ik heb er echt zoveel zin in. Oh, akkie bakkie. Twee. Tassen bij. Ja. Kijk op jouw zooi. Oh ja, mijn zooi. Wat zit hier? Deze zooi. Wij zijn weer terug uit Utrecht. Oh. En we hebben eigenlijk niet heel erg veel winkels door geweest. Nee. We hadden geen zin om te passen. Nee, maar we hebben alleen bij de Bershka gepast.
En jij hebt bij de Barius die jas. Ja. En we zijn bij de boekenwinkel geweest. Dat was wel echt heel leuk. Ja, dat was het leukste. Ja, dat sowieso. Jij begint met je jas. Ik begin wel. Begin jij maar. De rest hebben we allemaal dezelfde winkels. Oh ja. Nou, ik heb deze jas van Stradivarius. Moet ik me even aandoen? Ja. Show it. Ik show hem wel. Zo leuke jas. Ik vind hem ook echt heel leuk. Binnenzak. Oh nee, nu niet. Hier, dit wil binnenzakken. Oh nee. Is geen binnenzak? Ja. Oh jawel! Ja, dat is wel ideaal hoor. Dat is echt handig. Dat is maar die €35 waard. €45. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel leuk, ja. Ja, het was wel duur, maar ik heb het er wel voor over. Ja, op zich voor een jas, het is wel goede kwaliteit ook. Zo. Ja, en het is zo'n ding. Ja, dat bedoel ik. Je kan er wel veel mee. Ja, inderdaad. Moet ik door of graag? Ja, ja, we kunnen wel tegelijkertijd. Okay. We zijn met de Bershka geweest. Kom eerst. Oké. Okay. Ik heb dit topje gekocht. Deze witte. Is leuk. Ja, ik vind dit ook heel schattig. Oké, nou ik. Ik heb dit roze topje. De achterkant roze. Is de rode. De achterkant is open rug. Ik vind hem echt heel leuk. En het stofje is heel lekker. Mm-hmm. Zeg maar, volgens mij zie je hier geen zweetplekken in of zo. Het is een soort van zwembadstofje of zo, weet je wel? Ja. Die deed ik echt een beetje van. Stop. Dan heb ik dit jochtje. Ik heb dus helemaal niet zo'n. Hoe zijn dat? Dit soort jurks heb ik dus helemaal niet. Maar ik vind het wel echt heel schattig. Ja. Het zit erop. Is dat bloemetjes? Of? Ja, bloemetjes. Oh ja. Met een soort van appel lijkt het wel zo. Dus een blaadjes. Oh, ik vind het gewoon. Ik weet niet. Blaadjes, denk ik. Deze was €26. Oh, die andere, die rode toch was €16 trouwens. Ja, en deze was. Hier staat €10 op, maar was het eindelijk €9. Ja, beter. Ja. Ik heb deze broek. Kun je het zien? Ja. Oh, is het mijn hele buik? En deze broek was €26. Ja, hij is wel echt leuk. Mm-hmm. Dat is perfect. Dat ben ik echt nooit met broeken. En dat is ideaal, dat hij gewoon perfect aansluit. En dat, deze broek sluit mij ook perfect aan. Want hij is echt wel oud, dus hij zit niet heel... Mm-hmm. Maar skinny jeans, toch? Ja. Die zit altijd op. Ja, maar ik heb gewoon ook heel vaak dat inderdaad gewoon dat hij bij mijn middel niet past. Inderdaad. En dan gaan we door naar het leukste gedeelte. Ja, dat is het leukste. We hebben ook een boekenlegger maar gegeven. Nee. Ja, klopt. Hij deed het erbij. Oh! Dit zijn ook de openingstijden van mijn winkel. Oh, wat handig. Broesje heet het. Oh, je wist het gewoon niet. Nee, ook, ik wist het gewoon binnen. Ja, ik weet gewoon waar die zit. En dat was ook het enige, zeg maar, omdat ik een vlog tegenkwam. Maar ik kwam een vlog ook echt tegen, gewoon puur. Echt? Was toeval hoor, met mijn mouw toen. Oh, echt? Ja. Oh. En nu wist ik bij die zat, maar het is gewoon een heaven, weet je wel? Mm-hmm. Het is echt boeken. Het was echt mooi groot. Ja. Oké, ik heb dit boek gekocht. Eindelijk rust in je hoofd. En al 40 dagen oefenen in aandacht. Dus dan staat er ook echt per dag, zeg maar. Dus hier staat dan week 1, dag 1, waar je dan begint. Dus ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd wat er, zeg maar, voor inzichten in staan. Mm-hmm. Dat je een beetje meer leert van hoe en wat. Inderdaad. Misschien geeft het je wat rust. Ja, het staat wel eindelijk rust in je hoofd. Ja, inderdaad. Ik hoop het voor je. Ja, ik hoop het ook. Ik vind het wel echt heel interessant. Nou, ik heb deze twee boeken. Het zijn volgens mij... Wat zijn dit voor boeken? Romantiek of zo? Ja, romantiek boeken. Ja, dat was ja, dit is dan deel 1. Nee, dit is deel 1. En dit is deel 2. Ja, en dan is ook nog 3 en 4. Ja, maar ik ga eens deze lezen. En als ik het leuk vind, dan koop ik die andere twee. Oh, mijn rug knakt. Ja, ik vind echt die layout vind ik heel mooi. Zeg maar, ja, het is echt een mooie kleur. Ja, maar het is gewoon heel, heel rustgevend. En dit is gewoon echt mooi om te bewaren als... serie. Klopt. Dus dit was wat we hebben gekocht. De shopblog. Ja. Hierbij sluit ik ook de video af. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende. Doei doei. Doei.